Welkom bij Voorlees Vrijdag bij de Eenhoorn. Vandaag lezen we vooruit De Wolkeneters door Christine Deelteens en Seppe van den Bergen. De oudste reus heette Ymir. Hij was de sterkste van allemaal en iedereen gehoorzaamde hem. Wat hij deed, deden de anderen ook. Als hij op zijn kop stond, stond iedereen op zijn kop. Als hij een scheet liet, dan klonken er overal scheten als kanonschoten. Als hij rende, dan donderde het op het eiland. Als hij sliep, sliep iedereen. En dan leek het alsof het eiland de adem inhield. Soms sliep hij meer dan 100 jaar. Al is dat moeilijk na te gaan, want de eerste reuzen kennen nog geen tijd. Gisteren en morgen bestonden niet. Op nu was alles nu. Maar op een dag veranderde er iets.